Ik ben El Sterks, ik ben 47 jaar, kom van Herentals. Ik zit daar ook in de gemeenteraad. Ik ben de trotse moeder van drie prachtige dochters. En ik ben als volksvertegenwoordiger verkozen voor het Vlaams Belang. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ja, dat is al een beetje een voorgeschiedenis. Ik zit ondertussen al bijna 18 jaar de gemeenteraad en OC&W-raad dat ik doe in Herentals. Waarvan de vorige legislatuur eerste keer als lijsttrekker ik opgekomen ben. En ben nu ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Herentals. En ik heb 5 jaar geleden ook al eens een keer opgekomen, maar was eigenlijk geen verkiesbare plaats. En nu kreeg ik deze plaats aangeboden en aangezien we een leeftijd en dat we toch ook wel willen verjongen in de partij, dan heb ik gezegd van oké, ik wil deze kans wel pakken, want ik denk dat je toch ergens wel in de politiek stapt om, als je de gemeenteraad al 18 jaar doet, voor een beetje een stapje hoger te geraken. En bij deze heb ik deelgenomen aan de verkiezingen en die zijn heel positief uitgedraaid. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Die was eigenlijk redelijk hectisch, want ik was hoofdgetuige in het telbureau van het kanton Herentals. En eigenlijk ook gewoon, ze hadden mij gevraagd, wilde dat doen? En ik zei, ja, is geen enkel probleem, ik zal dat wel doen. Ook nooit niet gedacht dat ik erbij ging zijn bij de verkiezingen, dat ik het zou halen, mijn zesde zetel. Maar toen kreeg ik daar al direct telefoon van pers en zo, om 8 uur van, ja, je gaat verkozen zijn. En ik dacht, hoe kunnen jullie dat nu weten? Ik zit hier op het hoofdtelbureau en ik weet zelf eigenlijk nog van niks. En dan een collega van mij dat er zat, van een N-VA, die was ook gaan kijken op haar smartphone. Ja, volgens mij gaat het erbij zijn. Ik zeg, dat kan toch niet, alle stemmen zijn helemaal nog niet geteld. Maar blijkbaar was dat toch een voorbode en had ik er inderdaad bij. Dus dat was wel heel spannend. En dan ben ik s'avonds nog even naar Turnhout gereden, naar mijn collega verkozen, Regino van Lommel. Die is verkozen voor de Kempen in de Kamer. En we daar nog eens even elkaar proficiat gewenst. En dat was dan rond 11:30, 12:30. Terug naar huis gereden en eigenlijk pas morgens als je opstond beseft van het is precies toch wel echt. Dus dat was wel verrassend. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, zeker. Van de partij sowieso, want deze was buiten verwachting. We hadden wel gehoopt om te verdubbelen ten opzichte van de vorige verkiezingen, omdat we toen met de opkomst van de N-VA zoveel klappen gekregen hadden, wat ook ergens wel logisch is. Mensen dachten van, ook terug een rechtse partij, als we daarop stemmen, kan het cordon misschien, die kunnen meer doen aan het Vlaamse Belang met het cordon rondom zich. Dus we waren de opiniepeilingen, 15%, heel blij. En die heeft 6e zetel, dat was zo'n beetje twijfelgeval, waarschijnlijk 5. 6 zouden we waarschijnlijk dat niet halen. Moest je toch nog vallen, dan was ik er sowieso van overtuigd dat een lijstuur zou springen. Maar dat we dan uiteindelijk de volgende dag zagen dat ik erbij was en dat ik zelf gesprongen was over de 5e, dat was eigenlijk een totale verrassing. Ik had niet gedacht dat zoveel mensen op mij zouden stemmen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, dat is een beetje een stap in het duister nog. Ik heb dat nog nooit gedaan, Vlaams parlement. Het is de eerste keer dat ik nu ga zetelen hier. Ik heb wel al wat ervaring in de gemeenteraad, maar deze is denk ik toch wel een stapje hoger. De dossiers zullen wel wat zwaarlijviger zijn ook, dus heel wat meer inwerktijd voor nodig. Aangezien de achtergrond van mijn beroep, ik ben hondenkapster, zelfstandige, ben ik zeker geïnteresseerd in dierenwelzijn, maar ook in het klimaat, zou ik op milieu, zou ik ook wel heel graag doen. En ik heb me ook nog opgegeven voor commissies in verband met kansarmoede, sociale woningen. Ik zou graag wat wachtlijsten kunnen wegwerken of toch met de partij wachtlijsten wegwerken in verband met de gehandicapte sector. Want mensen moeten echt veel te lang wachten voordat ze aan hun budgetten vrij krijgen. Dus ik zou daar toch mee voor de volle 100% voor willen inzetten. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, voorlopig ga ik dat wel moeten doen. Zoals ik net zei, ik ben zelfstandige. Ik heb 10 jaar geleden mijn zaak van niks opgestart. Ik heb een volle agenda en kan dat eigenlijk. Mijn klant heeft natuurlijk wel voor mij gekozen. Want ik had zo'n klant die zei van ik stond in het stemhokje en ik twijfelde nog. Ga ik voor Els kiezen of niet? Want als ik voor haar kies, ben ik misschien mijn hondenkapster kwijt. Dus dat was wel een beetje dubbelzinnig, maar ze heeft toch voor mij gestemd. Waarvoor dank.
Maar ik kan mijn klanten niet zomaar van de ene op de andere dag zeggen van kijk, in september stopt het en ga maar iemand anders zoeken. In Herentals zijn er heel weinig hondenkapsters. Dus ik heb iemand gevonden die dat op zelfstandige basis mij komt bijspringen. Dit jaar toch al zeker op dinsdag, woensdag en donderdag, omdat ik dan zeker in het parlement verwacht word. Maar ik weet ook wel dat het een utopie is om die alle twee 5 jaar te blijven samen doen. Ik wil me voor de 100% inzetten voor het Vlaams parlement. Mensen hebben ook voor mij gekozen, dus ik moet me dat ook wel bewijzen. En daarom dat waarschijnlijk dat meisje dat bij mij mee komt werken, dan als ze die inwerkperiode gedaan heeft van dit jaar nog, vanaf januari dat voltijds gaat doen, dat ik me ook voltijds kan toeleggen op het Vlaams parlement. En dat nu voor mij ook een beetje een inwerkperiode zal zijn in de dossiers en zo. Maar het is de bedoeling dat ik het vanaf januari voltijds ga doen. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Die is toch groter dan ik verwacht had. Ik wil zeggen, op het gezinsleven valt daar redelijk goed mee. In die zin dat ik al wel langer aan politiek doe. En mijn 3 dochters zijn ondertussen volwassen. Dus eentje is het huis al uit. Dus die trekken hun plan heel goed zelf. Ja, dat is wel leuk dat die allemaal wel trots zijn dat ik dat gehaald heb. Ook voor mensen die ik gewoon niet ken op straat, die me aanspreken, zeggen van zeg, ik heb op u gestemd, hè. Tof, proficiat, je gaat dat goed doen. Dat je zoiets hebt van, oh my god, iedereen kent mij hier precies nu. En mensen op straat knikken en zeggen een goeie dag. Dus ik zeg dan ook altijd uit beleefdheid een goeie dag terug, maar dikwijls dan met de gedachte van, oh, ik ken die mensen precies niet, van waar kennen die mij? Maar als je de laatste tijd wel een paar keer op tv geweest bent, zo, dat is blijkbaar toch wel iets dat mensen u herkennen. En bij mij in de zaak is het nu eigenlijk, de verkiezingen zijn van 26 mei geleden, maar het is nog bijna dagelijks dat er mensen passeren, duimpjes omhoog steken, top, goed gedaan, of gewoon roepen van op straat, en ik werk tegen de straat aan met mijn zaak. Hey Els, we hebben op u gestemd, je hebt dat keigoed gedaan. Dus eigenlijk wel tof, al die positieve reacties. Ik had dat ook helemaal niet verwacht, dus dat is wel heel leuk. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Op het feit dat ik niet goed gewerkt zou hebben. Niet dat ik... Ik kan niet specifiek een bepaald dossier of zo aanhalen, omdat ik totaal nog geen ervaring heb. Maar ik denk als binnen 5 jaar mensen zeggen van... Kijk, die heeft nu 5 jaar in dat Vlaams parlement gezeten. We hebben er nooit niks van gehoord. Die heeft nooit tussenkomsten gedaan. Als ze een tussenkomst deed, had ze geen dossierkennis. Dan vind ik dat ze mij daar zeker mogen op afrekenen binnen 5 jaar. Ik ben verkozen door de mensen. Die hebben hun vertrouwen in mij gesteld. Dus ik moet me er de volle 100% voor inzetten. En als ze dan achteraf zeggen van ja, nee, kijk, we vinden dat je het niet goed gedaan hebt, dan mogen ze mij daar zeker op afrekenen.